The subject of today's session is the double holiday of Passover. As the title goes, two holidays for two liberations. Het onderwerp van de sessie van vanavond gaat over de dubbele feestdag van Pesach. Zoals de titel ook zegt, twee feestdagen voor twee bevrijdingen. And of course, inevitably, the way we need to begin is by trying to figure out what we mean in speaking about two holidays. En we moeten beginnen om vast te stellen wat we bedoelen met twee feestdagen. So let's begin with Exodus chapter 12. Dus laten we beginnen met Exodus hoofdstuk 12. Where we read in verse 16 regarding the celebration of Passover. In Exodus 12, vers 16, lezen we over de viering van het Pascha. In the first day, there shall be to you a holy convocation, and in the seventh day, a holy convocation. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, ook moet u een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Well, this dualism ensues in Exodus chapter 13, where again, in addition to the first day, we read in verse 6, in the seventh day shall be a feast to God. En dat dualisme zet zich voort in hoofdstuk 13 van Exodus, waar we in vers 6 lezen, zeven dagen moet u ongezuurde brood eten, en op de zevende dag zal er een feest zijn voor de Heere. And, you know, besides Exodus, in each of the succeeding books of the Torah, of the five books of Moses, we also have sections pertaining to the festivals. En naast Exodus 12 en 13 hebben we in elk van de opvolgende boeken in de Torah ook een sectie over de feestdagen. In Leviticus chapter 23, where again we have a passage about the festivals, we read about Passover. In verses 5 and on, in verse 7, the first day, you shall have a holy convocation. And in verse 8, in the seventh day, also is a holy convocation. In Leviticus 23 staat ook een passage over de feestdagen. In Leviticus 23, vanaf vers 5, gaat het dan over het Pascha. We lezen dan in vers 7. Op de eerste dag moeten we een heilige samenkomst hebben. En in vers 8, op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. And just continuing down the list, in Numbers, in chapter 28, when again we read about Passover, in verse 18, in the first day shall be a holy convocation. En ook in het boek Numeri, in hoofdstuk 28, lezen we over de feesten. Numeri 28, vers 18. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. And in verse 25, on the seventh day, you shall have a holy convocation. En in vers 25 van datzelfde hoofdstuk. Op de zevende dag moet u een heilige samenkomst houden. And finally, in Deuteronomy chapter 16, where again we read about the festivals. En tenslotte in Deuteronomium 16, waar we opnieuw lezen over de feesten. In verse 1 we start reading about the holiday of Passover, that is in the month of spring. And in verse 8, the seventh day shall be a solemn assembly to God. In vers 1 beginnen we al te lezen over het Pascha, dat in de maand van de lente is. En in vers 8 lezen we dan, op de zevende dag is er een bijzondere samenkomst voor de Heere, uw God. Now it's important for us to appreciate that this is unique. None of the other biblical holy days are constituted of two separate holidays like Passover is. En we moeten opmerken dat dit uniek is voor het Pascha. Er is geen enkele andere feest dat zo samengesteld is op deze manier van twee feestdagen. Just to review the list. 50 days after Passover, we have the festival of weeks. We read about it in Leviticus chapter 23, in verse 21, as a proclamation on the self-same day, one day,
That's all there is. Bijvoorbeeld in Leviticus 23 lezen we over de 50 dagen die na het Pascha geteld worden. En dat mondt dan uit in het wekenfeest. In Leviticus 23 vers 21 wordt daar dan van gezegd: u moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. Het gaat dus daar om maar één feestdag. We read again about the same Feast of Weeks in Numbers chapter 28, verse 26, as the day of the first fruits. And again, it's one day. En in Numeri 28 lezen we opnieuw over diezelfde feestdag als het feest van de eerstelingen. En dan zal er weer een feest zijn met een heilige samenkomst. En het is duidelijk dat het daar ook weer gaat om één dag. And the same with respect to the festivals in the seventh month. En dat geldt ook voor de feestdagen in de zevende maand. The first day of the seventh month, what we call nowadays Rosh Hashanah. De eerste dag van de zevende maand, wat we tegenwoordig Rosh Hashanah, hoofd van het jaar, noemen. As we read in Leviticus chapter 23, verse 24, is just the first day of the month, one day. Zoals we in Leviticus 23, vers 24 kunnen lezen, is ook die feestdag slechts één dag lang. Same thing in Numbers chapter 29, verse 1, one day. En diezelfde feestdag staat ook in Numeri 29, vers 1. En daar ook daar is het één dag. And same with Yom HaKippurim, the Day of Atonement. Hetzelfde met Yom HaKippurim, de dag, de grote verzoendag. In Leviticus chapter 16, verse 29, it is the 10th day of the month, which is one day. In Leviticus 16, vers 29, is de tiende dag van de zevende maand, weer één dag. And the same in Leviticus chapter 23, verse 27. Hetzelfde zien we in Leviticus 23, vers 27. And the same in Numbers chapter 29, verse 7. En ook in Numeri 29, vers 7. Now there is one other holy day, we haven't noted yet, that does seem to have the same pattern as Passover, two holy days. Nu lijkt er toch één feestdag te zijn, feesttijd, die net als het Pascha twee feestdagen bevat. This is the Feast of Tabernacles. We read about it in Leviticus chapter 23. Het gaat over het Loofhuttenfeest. We lezen daar ook over in Leviticus 23. And in particular in verse 36, 7 days you shall bring an offering made by fire unto God, and on the eighth day shall be a holy convocation. In addition to, in verse 35, the first day being a holy convocation. In Leviticus 23, vers 36 lezen we: 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden. En die achtste dag is bovenop de feestdag waarover we lezen in vers 35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. But on closer investigation we realize this is fundamentally different. Maar als we er iets nader naar kijken, dan zien we dat er een fundamenteel verschil is. Because after all, in verse 34 we read the Feast of Tabernacles is only 7 days. Want we lezen in vers 34 dat het Loofhuttenfeest slechts 7 dagen duurt. So the eighth day necessarily is a different feast. Dus die achtste dag, die ook een heilige samenkomst is, is noodzakelijkerwijs een ander feest. Besides the difference in the offerings that are brought on the eighth day as opposed to the other seven. En behalve dan dat er ook andere offers worden gebracht op die achtste dag dan in die eerdere 7 dagen van het Loofhuttenfeest. Maybe the most obvious indication that it's a different holiday is the Feast of Tabernacles. Well, how many days do you dwell in the tabernacles, in the booths? Een belangrijk verschil nog wel om die twee feestdagen te onderscheiden is het kenmerk: hoe lang verblijf je in de sukkah, de hutjes van het Loofhuttenfeest, de loofhut?
We read in verse 42, you shall dwell in booths 7 days, not 8 days. We lezen in vers 42 van Leviticus 23, 7 dagen moet u in de loofhutten wonen, niet 8 dagen. So clearly then, the 8th day, that which we read again in verse 39, is just a different holiday. Dus die 8e dag waarover we ook lezen in vers 39, is echt een andere feestdag. Now, obviously we're not going to be discussing the 8th day and that special holiday that comes after the 7-day Feast of Tabernacles now. That's a separate discussion. We gaan het duidelijk niet hebben nu over die 8e dag die achter de 7 dagen van het Loofhuttenfeest aankomt. Dat is een andere discussie. But it is imperative for us to appreciate what is this second holiday in the same feast of Passover. Maar het is wel belangrijk voor ons als we naar de vraag gaan kijken, wat betekent die tweede feestdag tijdens het Pascha? And of course, I feel compelled to stress here why it is so important for us to delve into this question. En ik wil opmerken hoe belangrijk het is voor ons om ons te verdiepen in deze vraag. And this of course is an idea that we've discussed on many occasions with respect to the holy days in the Bible generally. En dat is een opmerking waar we het vaker over hebben gehad met betrekking tot feestdagen over het algemeen in de Bijbel. People often call them Jewish holidays, which of course they are, but I still prefer to refer to them as biblical holidays. Mensen noemen de feestdagen vaak Joodse feestdagen en dat zijn ze ook wel, maar ik noem ze liever Bijbelse feestdagen. Because while again they certainly are Jewish holidays, they are observed by Jews and they obligate only Israel. Still, anyone who believes in the words of the Bible undoubtedly believes every word of the Bible has a message for him, for everyone who is a Bible believer. Want hoewel de Joden dus inderdaad die feesten vieren en die feesten alleen verplicht zijn voor Israël, zit er wel een boodschap in voor iedereen die in de Bijbel gelooft. Voor ieder die in de Bijbel gelooft, hebben die feestdagen een betekenis. So inevitably then, when we ask ourselves, what is the message of this biblical holiday, the observance of Passover? We need to ask ourselves, what are these messages, plural, because there are two different holidays, 1st and 7th. Dus als we proberen te achterhalen wat de belangrijke boodschap is van de feestdagen, van de Bijbelse feestdagen, dan moeten we op dit moment kijken welke twee belangrijke boodschappen worden er gecommuniceerd, want er zijn twee feestdagen. Now the message of the first of these holy days is pretty obvious. De boodschap nu van die eerste feestdag is vrij duidelijk. That is returning to where we began in Exodus chapter 12. Dat is als we teruggaan naar waar we begonnen zijn, namelijk in Exodus hoofdstuk 12. We read in verse 16, the first day there shall be to you a holy convocation. In Exodus 12, vers 16, lazen we, op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. Why? Well, we read in verse 17. In this selfsame day have I brought your hosts out of the land of Egypt. Waarom dan? Dat lezen we in vers 17. Want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. That is, the first day commemorates the exodus from the land of Egypt. That's obvious. Dat is dus op die eerste feestdag wordt herinnerd dat het volk uit Egypte geleid wordt. Dat is duidelijk. But why the 7th day? Maar waarom dan die 7e dag? What are we commemorating that happened on the 7th day? Wat herinneren we ons wat dat er gebeurde op de 7e dag? We should of course search from beginning to end in the Bible to figure out what happened on the 7th day.
We moeten natuurlijk de Bijbel van voor naar achter onderzoeken om uit te zoeken wat er dan gebeurde op die zevende dag van het Pascha. I'm happy to save you the time by assuring you that searching through the Bible from beginning to end, we won't find any answer to that question. Ik wil u de tijd besparen door u te zeggen dat als u van voor naar achter de hele Bijbel doorspit op wat er op die zevende dag van het Pascha gebeurd is, u geen enkel antwoord daarop zult kunnen vinden. But then you know that we don't rely only upon what we read in the written word of the Bible. Maar u weet dat wij niet alleen voortbouwen op de woorden die in de Bijbel zelf staan. We have the oral traditions that teach us how to read the words of the Bible. We hebben ook de mondelinge traditie die ons leert hoe we de geschreven woorden in de Bijbel moeten interpreteren. And they direct us to Exodus chapter 14. En die verwijzen ons naar Exodus hoofdstuk 14. When we read, beginning in verse 5, it was told the king of Egypt that the people were fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned toward the people, and they decided to pursue them. We lezen daar in Exodus 14, vers 5, toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en zij zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? And in the ensuing verses, we read of how Pharaoh got his chariots, his cavalry, ready, and he pursued after the people of Israel. En in de volgende verse kunnen we lezen hoe de farao zijn strijdwagens en cavalerie verzamelde en met heel zijn leger achter de Israëlieten aanging. Finally culminating in verse 9, where Egypt pursued after Israel and eventually overtook them, encamping by the sea. En dat mondt uit in vers 9, waar de Egyptenaren Israël achtervolgen en uiteindelijk ook inhalen, daar waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee. When did this happen? Wanneer gebeurde dit? Well, again, the written word doesn't tell us. En nogmaals, het geschreven woord vertelt ons dat niet. But it gives us a crucial hint. Maar het geeft ons wel een hele belangrijke hint. What is meant by it was told the king of Egypt that the people were fled. Were fled, but didn't Pharaoh send them away? Wat betekent het als we in vers 5 lezen dat de farao hoorde dat het volk gevlucht was? Tenslotte had farao toch het volk weggezonden? And the answer of course is not exactly. En het antwoord is natuurlijk dat is niet helemaal zo. Going back to the burning bush. Als we teruggaan naar de brandende braamstruik. Tantalizingly, what God says to Moses in Exodus chapter 3, verse 17 is, here's the plan. What was the last word? Excuse me. Here is the plan. Here is the plan, okay. Dus in Exodus 3, vers 16 spreekt God tot Mozes. Dit is het plan. We read in verse 17, I will bring you up out of the affliction of Egypt into the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, unto a land flowing with milk and honey. In vers 17, daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, de Hittiten, de Amorieten, de Perizzieten, de Hivieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. We know which is the land that flows with milk and honey, right? We weten al welk land dat is, toch? Het melk overvloeiend van melk en honing. So the mission is to bring Israel to the land of Israel. Dus de missie is om Israël naar het beloofde land te brengen. But in the very next verse, God instructs Moses to say, Pharaoh, let us go, we pray you, 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to God. Just 3 days, that's all we're asking for.
Maar in het volgende vers, vers 18, lezen we dat God Mozes instrueert om tegen de farao te zeggen: nu dan, laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat we de Heer onze God offers brengen. Er wordt dus voor maar 3 dagen gevraagd. And indeed, to Exodus chapter 5, verse 3, and Moses and Aaron are speaking to Pharaoh, and that's what they say. Let us go, we pray, 3 days journey into the wilderness and sacrifice unto God our Lord. 3 days. En dat is ook precies wat we lezen in Exodus 5, als Aaron en Mozes voor de farao staan. Dan zeggen ze in 5 vers 3, laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat we de Heer onze God offers kunnen brengen. 3 dagen slechts. And same thing in Exodus chapter 8, verse 23. Again, we will go 3 days journey in the wilderness and sacrifice to God our Lord. En ook in Exodus 8, vers 23 lezen we dat. Of een iets ander vers in onze Bijbels. In vers 27. Laat ons 3 dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij aan de Heere onze God offers kunnen brengen. Zoals hij tegen ons zeggen zal. So naturally, when we consider what Pharaoh says to Moses and Aaron after the plague of the firstborn, in Exodus chapter 12, in verse 31, he says, rise up, get you forth from among my people, both you and the people of Israel, and go serve God as you have said. As you have said. 3 days. Dus laten we kijken naar wat de farao zegt na de plaag van de dood van de eerstgeborenen in Exodus 12, vers 31. Hij roept dan Mozes en Aaron in de nacht en zegt: sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg. Dien de Heere zoals u gesproken hebt. Zoals u gesproken hebt, is 3 dagreizen de woestijn in. So since Pharaoh had only agreed for 3 days from his perspective, going back to Exodus chapter 14, verse 5, it was told the king of Egypt, the people were fled, they weren't coming back. Dus vanuit het perspectief van de farao had hij ingestemd met een reis van drie dagen de woestijn in om offers te brengen. En wat betekent het dan als er in Exodus 14 vers 5 staat dat het volk gevlucht is? The tradition that we have in underlying this verse is that when Pharaoh sent out the people of Israel, he sent together with them spies. Een traditie hier onderliggend is aan dit vers, is dat wij zeggen dat toen farao het volk wegzond uit Egypte, hij onder het volk spionnen meestuurde. It is spies to make sure the slaves come back. Spionnen namelijk om er zeker van te zijn dat het volk, de slaven, weer terug zouden komen. When it became obvious to the spies after 3 days that the slaves were not coming back, they went and reported to Pharaoh. The people were fled. That's when Pharaoh begins to pursue Israel. So when you consider the amount of time it took after the 3 days for the spies to return, for Pharaoh to organize his cavalry and pursue Israel, that brings us to the eve of the seventh day. Dus toen die spionnen doorkregen dat na 3 dagen het volk niet van plan was om terug te keren, brachten ze een rapport uit bij de farao en zeiden ze: het volk is gevlucht. En als we kijken naar de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is, 3 dagreizen de woestijn in, de tijd die nodig is voor de spionnen om weer terug te gaan naar de farao, de tijd die de farao nodig heeft om zijn strijdwagens te mobiliseren en achter Israël aan te gaan, dat brengt ons op de avond van de zevende dag.
So we read in verse 9, overtook them in camping by the sea happens on the eve of the seventh day of Passover. And it is that night that the sea split and Israel crossed the sea and Egypt pursued Israel into the sea and drowned. En in Exodus 14 vers 9 lezen we dan dus dat dat leger het volk inhaalt en komt bij het kamp dat ze hebben opgeslagen bij de zee. Dat is dus de avond van die zevende dag van het Pascha. En het is die nacht dat de zee doormidden spleet, het volk door de zee heen trok, de farao achtervolgde en zijn hele leger verdronk. The ancient tradition of Israel followed in all synagogues throughout the world to this day is on the seventh day of Passover. The portion that we read from the Torah is beginning at the end of Exodus chapter 13 and 14 and 15, the description of the splitting of the sea and the song sung by Israel after crossing the sea, after Egypt was drowned in the sea. Het is een zeer oude traditie die wereldwijd door alle in alle synagoges wordt gevolgd. Dat op die zevende dag van het Pascha een portie uit de Torah wordt gelezen. Die komt uit het einde van hoofdstuk 13 van Exodus. Ook hoofdstuk 14 en hoofdstuk 15. Dus tot en met het lied wat Israël zingt nadat de zee zich weer heeft gesloten over de farao en zijn leger die verdronken zijn op dat moment. So, the first day of Passover commemorates again the Exodus. On this selfsame day have I brought your hosts out of the land of Egypt. Dus nogmaals, die eerste dag van het Pascha brengt in herinnering, op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. And the seventh day commemorates the splitting of the sea and the miracles attendant to the splitting of the sea and the drowning of Egypt in the sea. En de zevende dag van het Pascha brengt in herinnering het splijten van de zee en het verdrinken van farao's leger. Which inevitably raises two glaring questions that we need to consider. En dat brengt twee vragen naar boven die we willen beantwoorden. One is maybe technical, but it really strikes at the root of what we mean when we seek the messages of the biblical holy days. Eén is misschien wat technisch van aard, maar heeft al mee te maken wat we nu precies zoeken als we zoeken naar de betekenis achter de Bijbelse feestdagen. There were so many miracles that took place attendant to the Exodus. Er waren zoveel wonderen die die periode van de Exodus omgaven. If we were to have a holy day commemorating each one, we would have holy days every day of the year. Als we een feestdag zouden instellen voor elk van de wonderen die toen gebeurden, dan zouden we elke dag van het jaar een feestdag hebben. In practice, of course, we don't. Rather, we recognize that the celebration of the first day of Passover is a celebration of all of the miracles that took place as part of the Exodus. En de praktijk is dat dat niet zo is. Het is eerder zo dat die eerste dag van het Pascha ons alle wonderen herinnert die tijdens de Exodus gebeurden. Well, if that works for all the other miracles that took place as part of the Exodus, why can't this one also be included as part of the celebration of the first day? Dus als al die wonderen besloten zitten in die eerste dag van Pesach, die viering, waarom dan niet de wonderen die op die zevende dag gebeuren? Waarom konden die niet gewoon ook herinnerd worden op die eerste dag? Why do we need a separate holy day to commemorate specifically this event? Waarom hebben we een speciale feestdag nodig om juist
deze gebeurtenis te gedenken? That's question number one. Dat is vraag nummer 1. Question number 2 is maybe much more vexing. En de tweede vraag is wellicht wat vervelender. Is this really something we should be celebrating? Is dit echt iets wat we moeten vieren? The drowning, the destruction of other people, the destruction of Egypt? Het verdrinken en de vernietiging van andere mensen, van de Egyptenaren? Certainly a very disturbing circumstance for celebration or commemoration altogether. Zeker een zeer verstorende omstandigheid voor het vieren van een feest of ja, welke gebeurtenis dan ook. Well, let's put the circumstances of question number 2 on the side for now. We'll return to them a little bit later. And first focus upon question number 1. That is, still and all, why do we need a separate commemoration of this specific event? Laten we vraag 2 nog even aan de kant laten liggen en ons eerst richten op vraag nummer 1. Ter herinnering, dat ging dus erover, waarom hebben we nu specifiek voor deze gebeurtenis een aparte feestdag nodig? And I think we can find an important key in considering 2 verses in Exodus chapter 6. In our Bibles, these are 26 and 27, and your Bibles, they may be 25 and 26. Ik denk dat we belangrijke sleutels kunnen vinden in Exodus 6, in de versen 25 en 26. Well, the same verses are there, but the beginning of the chapter may be somewhat variant. Het begin van het hoofdstuk zou iets anders kunnen liggen, waardoor het misschien ook vers 25 en 26 is. Bij mij is het in ieder geval vers, ja, inderdaad, 25 en 26. Now, before we consider these 2 verses, there's an important message I need to stress. And I know we've noted this on many occasions in the past. Voordat we naar deze versen gaan kijken, wil ik iets opmerken wat we ook in het verleden vaker hebben opgemerkt. When the Bible study sessions at Yeshivat Sharashim began, and I kept on paying attention to seemingly tiny details in the text, some people were disturbed because they weren't accustomed to paying attention to all these little details. Toen ik net startte met Yeshivat Sharashim en ja, onderwijs gaf en daarin soms hele kleine details benoemde, ja, was dat een beetje vreemd voor mensen, want die waren niet gewend om zoveel aandacht te besteden aan ja, schijnbaar onbelangrijke details. This is something that is a given in the tradition of Jewish study of the Bible. We pay attention to every detail. En dit is een gegeven in de wijze waarop wij Joden de Bijbel bestuderen. We letten op ieder detail. And it dawned on me that, of course, you can only do that when you're studying the original. When you study the Bible in translation, you can't pay attention to detail because you don't know if the details are really there in the Bible. Maybe they're just a stylistic addition of the translator. En toen werd het me duidelijk dat het natuurlijk bijzonder moeilijk is. Je kunt alleen maar de details van de Bijbel bestuderen als je dat vanuit de brontekst kunt doen, vanuit het Hebreeuws. Want als je niet over dat Hebreeuws beschikt, dan gaan de details ja, wellicht verloren in de vertaling en wordt het meer een, ja, wordt er een poëtische uitdrukking van gemaakt door de vertaler. But of course it should be obvious to us. When you believe that the Bible is the word of God, shouldn't you be paying attention to every single detail? The best possible editor produced this text. It is exactly what God wants to convey to us in these words. Maar natuurlijk, als wij geloven dat de Bijbel Gods woord is, dan moeten we toch echt aandacht schenken aan ieder detail. Het is de meest perfecte redacteur van dit woord. Dus we moeten echt op die details opletten. And when you pay attention to every detail,
you notice little things that are just not what you would have expected. En als je gaat letten op die kleine details, dan kom je dingen tegen die je niet verwacht had. And you realize that when you encounter these words that are not what you would have expected, that, if anything, is the greatest gift. En wanneer er dan achterkomt dat er woorden staan die je niet verwacht had, dan is dat een heel groot cadeau. Because after all, as long as all I see in the Bible is what I expect to see in the Bible, I'm not really learning anything new. Want zolang ik tegenkom in de Bijbel wat ik verwacht had er staat, dan leer ik niets nieuws. When I encounter something that's not what I expected, that means the Bible is teaching me something new that I didn't know before. Maar wanneer ik iets tegenkom wat ik niet verwacht had dat er zou staan, dan leert de Bijbel mij iets nieuws. So let's pay attention to detail in these two verses in Exodus chapter 6. Dus laten we letten op de kleine details hier in Exodus 6. And in particular, bear in mind that God doesn't need to say the same thing twice. En bedenk ook dat God niet twee keer hetzelfde hoeft te zeggen. And that's in particular the challenge here, because these two verses are back to back and they seem almost identical. En dat is hier wel een sleutel, want die twee versen 25 en 26 lijken heel veel op elkaar. Ze lijken hetzelfde te zeggen. So let's read them carefully and consider how they're not identical. Dus laten we ze zorgvuldig lezen en zien op welke wijze ze niet hetzelfde zijn. First verse. These are that Aaron and Moses, to whom God said, bring out the people of Israel from the land of Egypt according to their hosts. Vers 25. Deze Aaron en Mozes zijn het, tegen wie de Heere zei, leid de Israëlieten uit het land Egypte, ingedeeld naar hun legereenheden. Following verse. These are they that spoke to Pharaoh, king of Egypt, to bring out the people of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron. Vers 26. Zij zijn het die tot de Farao, de koning van Egypte, spraken om de Israëlieten uit Egypte te leiden. Deze Mozes en Aaron zijn het. So, of course, there are two glaring differences and we've color-coded them to make them obvious. Er zijn twee belangrijke verschillen en als u meekijkt, kunt u dat zien aangegeven in verschillende kleuren. In the first verse, it's Aaron and Moses. In the second verse, it's Moses and Aaron. In het eerste vers staat er Aaron en Moses. In het laatste vers staat er Moses en Aaron, omgekeerde volgorde. Another difference. In the first verse, it's bring out the people of Israel from the land of Egypt. En nog een ander verschil is dat in vers 25 staat dat de Israëlieten geleid worden uit het land Egypte. In the second verse it's bringing them out from Egypt, not land. En in vers 26 staat dat zij uit Egypte geleid worden. Niet het land Egypte, maar gewoon Egypte. Now you would be justified in arguing, wait a second, what's the difference between the land of Egypt and Egypt? Is there any way of leaving Egypt without leaving the land of Egypt? En je zou nu prima op kunnen merken van, ja, wat maakt het eigenlijk uit? Wat is het verschil? Is het mogelijk om Egypte te verlaten zonder het land Egypte te verlaten? And of course you'd be completely correct. There is no way to leave Egypt without leaving the land of Egypt. En je zou helemaal gelijk krijgen van mij. Er is geen manier om Egypte te verlaten zonder het land Egypte te verlaten. But does that mean that all that is involved in leaving Egypt is leaving the land of Egypt? Maar betekent dat dat alles wat er gemoeid is met het verlaten van Egypte, dat dat het verlaten van het land Egypte is? It's possible to leave the land of Egypt and still
have not left Egypt. Want het is wel mogelijk om het land Egypte te verlaten zonder daadwerkelijk Egypte te verlaten. Leaving the land of Egypt is a first step, but not an only step. Het land Egypte verlaten is een eerste stap, maar niet de enige stap. After someone leaves the land of Egypt, he can still within himself remain a prisoner of Egypt, of what Egypt signifies, of what Egypt represents. Nadat iemand het land Egypte heeft verlaten, kan hij in zijn hart nog steeds een gevangene zijn van Egypte, van het gedachtegoed, van wat, waar Egypte voor staat. He's left the land of Egypt, but he has not yet left Egypt. Hij heeft het land Egypte verlaten, maar hij heeft Egypte nog niet verlaten. You can already start thinking of how this message is one that has crucial implications with respect to each and every one of us in facing the challenges in our own lives, in the environments in which we find ourselves. Je kunt alvast beginnen na te denken met wat deze boodschap, dit cruciale verschil, betekent voor elk van ons in de situatie waarin wij ons bevinden. But before we get there, let's consider again the implications with respect to Exodus chapter 6. Maar voordat we daaraan beginnen, laten we nog eens goed kijken naar de gevolgen voor Exodus hoofdstuk 6. There's leaving the land of Egypt, in which we read about Aaron and Moses. And leaving Egypt, in which we read about Moses and Aaron. Het is het verlaten van het land Egypte, waar we lezen over Aaron en Mozes. En het verlaten van Egypte, waar we lezen over Mozes en Aaron. In both verses, Moses and Aaron are both partners. In beide versen zijn Aaron en Mozes partners. But still, each one has a different role. Maar toch heeft elk zijn eigen rol. In leaving the land of Egypt, it's Aaron and Moses, because in leaving the land of Egypt, Aaron is the one who has the more central role. Bij het verlaten van het land Egypte heeft Aaron een meer centrale rol. We'll just note this in brief in Exodus chapter 7, in verses 9 and on, in showing the first sign to Pharaoh, the rod becoming a serpent. It is Aaron who casts his rod, his staff, down before Pharaoh, and it becomes a serpent. We zullen hier kort bij stilstaan in Exodus 7, als Mozes en Aaron voor de farao staan, dan is het Aaron die zijn staf neergooit en die staf verandert dan in een slang. In the continuation of chapter 7, we read about the first of the 10 plagues. And once again, it is Aaron who is to take his staff and stretch out his hand over the waters of Egypt. And thus, all of the waters of Egypt will become blood. In Exodus 7... Vers 19 lezen we over het vervolg, over de eerste plaag. En dan is het opnieuw Aaron tegen wie de Heere zegt, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte, waarna het water in bloed verandert. And in chapter 8, when we read about the second plague, the plague of frogs, once again, it is Aaron to whom God commands, stretch forth your hand with your staff over the rivers and cause frogs to come up upon the land of Egypt. En ook in het vervolg bij de tweede plaag is het Aaron die zijn staf moet uitstrekken over de stromen en de rivieren en de waterpoelen om daar kikkers uit voor te laten komen die het hele land Egypte bedekken. Dat is in Exodus 8 vers 5 te lezen. And plague number 3 as well. God says to Moses, say to Aaron, stretch out your staff and smite the dust of the earth, that it may become lice throughout all the land of Egypt. En hetzelfde lezen we bij de derde plaag. Ook daar
staat, toen zei de Heere tegen Mozes, zeg tegen Aaron, strek je staf uit en slaat stof van de aarde, zodat het tot luizen of in onze vertaling tot muggen wordt in heel het land Egypte. These are all the first steps in leaving the land of Egypt. And Aaron plays the central role. So when we read in Exodus chapter 6 about leaving the land of Egypt, it's Aaron and Moses in that order. Dit zijn allemaal eerste stappen in het verlaten van het land Egypte, waarin dus Aaron het voortouw neemt. Now, what about leaving Egypt? Maar hoe zit het dan met het verlaten van Egypte? That again is going to involve more than just leaving the land of Egypt. Nogmaals, dat omvat meer dan slechts het land Egypte verlaten. And that becomes clear, perhaps first, long before Egypt was even on the stage. In Genesis chapter 15, when God tells Abraham in verse 13, know of a surety that your seed will be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. En hoe het zit met het verlaten van Egypte, komen we voor het eerst tegen in op een tijdstip dat Egypte nog niet eens ten tonele was, in Genesis 15, vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. And God reassures Abraham in verse 14, and also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward they will come out with great substance. En in vers 14 verzekert God Abraham, maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken, en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. What is this great substance? Wat betekent dat, die veel bezittingen? It's certainly not merely gold and silver. Dat gaat echt niet alleen maar over goud en zilver. This becomes clear in Exodus chapter 3, again, returning to the burning bush. Dit wordt duidelijk ook in Exodus 3, als we nogmaals teruggaan naar de brandende braamstruik. In verse 11, Moses asks God two questions. First, who am I that I should go unto Pharaoh? Second, that I should bring forth the people of Israel out of Egypt. Note, it's not just the land here, it's out of Egypt. In Exodus 3, vers 11, stelt Mozes twee vragen aan God. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Dat is vraag 1. En dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dat is vraag 2. Merk op dat er staat, uit Egypte leiden. Niet slechts uit het land Egypte, maar uit Egypte. And in verse 12, God answers both of these questions. With respect to the first question, who am I? Well, because I will be with you. You're not going alone. En in vers 12 geeft God antwoord op beide vragen. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. Dat is het antwoord op de vraag, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan? Ik zal met je meegaan. With respect to the second question, that is, how am I going to be bring the people of Israel out of Egypt? God says, when you have brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. En met betrekking tot de tweede vraag, dat is, wie ben ik dat ik de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Daarop antwoordt God het volgende, dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Which mountain? Welke berg? Well, the mountain upon which God is speaking here at the burning bush to Moses. Wel, dat is de berg daar waar God op dit moment vanuit die brandende braamstruik spreekt tot Mozes.
In chapter 3, verse 1, we read that that is the mountain of God, Horeb. En in Exodus 3, vers 1 lezen we dat dat de berg van God is, de Horeb. We learn repeatedly in the Bible that Horeb is Sinai. En we leren uit andere passages in de Bijbel dat de Horeb de berg Sinai is. In other words, the way you will take them out of Egypt is by bringing them to receive the Torah at Sinai. Met andere woorden, de wijze waarop je het volk uit Egypte zult brengen is door het ontvangen van de Torah bij die berg Sinai. And this theme of the Torah is continually in the Bible associated preeminently with Moses. En dat thema van de Torah en het geven van de Torah is steeds in de Torah hoofdzakelijk verbonden aan Mozes. In Deuteronomy chapter 33 verse 4, Moses commanded us a Torah, a teaching. In Deuteronomium 33 vers 4, Mozes gebood ons een wet, een Torah. Indeed, in Deuteronomy chapter 4, we read in verse 44, this is the Torah, the teaching, that Moses set before the people of Israel. And there's a list that includes the testimonies, the statutes, the ordinances that Moses spoke unto the people of Israel, again, when they went forth out of Egypt. Because this is the way you actually leave Egypt, not just the land of Egypt. En ook in Deuteronomium 4, vers 44 en 45 lezen we dit. Dit is de wet, de Torah, die Mozes de Israëlieten voorhield. Dat wordt verder uitgewerkt in 45. Dit zijn de getuigenissen, de verordeningen en de bepalingen die Mozes tot de Israëlieten sprak toen zij uit Egypte vertrokken. Nogmaals, dat is de wijze waarop je uit Egypte vertrekt, middels de Torah. And throughout the prophets, repeatedly, one encounters the Torah as the teaching of Moses. Just to consider briefly two examples. The first of the prophets after Moses, Joshua, in chapter 23, verse 6, bids Israel to keep and to do all that is written in the book of the Torah of Moses, the teaching of Moses. In de profeten kom je ook regelmatig tegen dat er verwezen wordt naar de Torah als de Torah van Mozes. Twee voorbeelden daarvan. Om te beginnen, Jozua 23 vers 6. Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes in acht te nemen en na te leven. And the last of the prophets in the Hebrew Bible, Malachi, at the end of his prophecy. Three verses before the end of the prophets, remember the Torah of Moses, my servant. En ook in de laatste profeet in de Hebreeuwse Bijbel, en ook voor ons in het eerste deel van onze Bijbels, in Malachi, drie versen voor het einde, bij mij is dat 4 vers 4, bij anderen misschien onderdeel van hoofdstuk 3, vers 22. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. So, once again, when we consider leaving Egypt, not just leaving the land of Egypt, that necessarily involves ultimately receiving the Torah of Moses. So when we speak in Exodus chapter 6 about leaving not just the land of Egypt, but leaving Egypt, it is Moses and Aaron. Dus bij het verlaten van Egypte is het onvermijdelijk dat je daarvoor de Torah nodig hebt, de Torah van Mozes. Daarom staat er in Exodus 6 in
vers 26, als het gaat over het verlaten van Egypte, niet slechts het land Egypte, maar Egypte, Mozes en Aaron in die volgorde, omdat Mozes daar een zeer belangrijke rol heeft, de Torah van Mozes. Now that, thanks to Exodus chapter 6, we understand there's a difference between leaving the land of Egypt and leaving Egypt, we consider how these two different themes play themselves out in the narrative of the Exodus. Nu dat we dit onderscheid in detail hebben bekeken, het verschil tussen het land Egypte verlaten of Egypte verlaten, kunnen we opnieuw kijken naar de gebeurtenissen, het verschil daarin tijdens de Exodus. You may recall we discussed Exodus chapter 12, verse 17. The reason for celebrating the first day of Passover is, in this self same day have I brought your hosts out of the land of Egypt. Zoals u zich wellicht kunt herinneren, hebben we in Exodus 12 vers 17 gelezen, als het gaat over de eerste feestdag van het Pascha. Want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. And likewise, skipping to verse 41, we emphasize that at the end of the 430 years, that selfsame day came to pass that all the host of God went out from the land of Egypt. En zo lezen we ook in Exodus 12, vers 41. En het gebeurde na verloop van 430 jaar, op dezezelfde dag gebeurde het. Alle legers van de Heere zijn uit het land Egypte vertrokken. Same thing in the following verse. It was a night of watching unto God for bringing them out from the land of Egypt. En ook in het vers erop, in vers 42. Een nacht van waken was dit voor de Heere om hen uit het land Egypte te leiden. And finally in verse 51. It came to pass the self same day that God did bring the people of Israel out of the land of Egypt by their hosts. En ook in het laatste vers van hoofdstuk 12, vers 51. En het gebeurde op dezezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. In the narrative of the Exodus, the last place that we read about leaving the land of Egypt is in chapter 13, verse 18. On the way to the Red Sea, we read the people of Israel went up armed out of the land of Egypt. En de laatste keer dat we in het verhaal van Exodus lezen over het verlaten van het land Egypte is in Exodus 13 vers 18. Daar lezen we: daarom leidde God het volk om langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. But that there are these two exoduses becomes clear. For example, in Deuteronomy chapter 16, in verse 1, the overarching commemoration of Passover is that God your Lord brought you forth out of Egypt, not just the land. En dat er zo twee verschillende uittochten zijn, wordt duidelijk in andere passages. Als we lezen in Deuteronomium 16, vers 1. Neem de maand van de lente in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God, want in de maand van de lente heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. But one has no further to look than verse 3 to see we're also talking about leaving the land of Egypt. That's another part of the commemoration. Maar we hoeven niet verder te lezen dan vers 3 van Deuteronomium 16 om te zien dat het ook het verlaten van het land Egypte omvat, deze gedenkdag. And after considering the theme of leaving the land of Egypt in Exodus chapter 12, it's instructive to consider what we see from the beginning of Exodus chapter 13. En nu we gezien hebben hoe het verlaten van het land Egypte zo'n centrale rol speelde in Exodus 12, is het interessant om te kijken naar wat er gebeurt in Exodus hoofdstuk 13.
in verse 3, Moses said unto the people, remember this day in which you came out from Egypt. In Exodus 13, vers 3, daarna zei Mozes tegen het volk, gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent. Remembering isn't something that describes the immediate narrative taking place. It's what you need to integrate from this whole story when you put it all together. Gedenken heeft niet iets te maken met wat er op dat moment gebeurt, maar over wat je later zult gaan herinneren van de hele serie van gebeurtenissen en dat dat in je gedachtenis mag blijven. In particular, when you consider how you are to teach your children. In verse 8, what you tell your son is, it is because of that which God did for me when I went forth out of Egypt, not just the land. En dat zien we ook als het erom gaat wat we onze kinderen moeten vertellen, welke herinneringen we hebben, zeg maar, om aan die kinderen door te geven. Exodus 13, vers 8. En op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt omdat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. Niet slechts het land Egypte, maar ik vertrok uit Egypte. And in verse 9, when we speak of the commandments, the mitzvot, that God gives due to the Exodus, teaching us that the Torah, the teaching of God, will be in your mouth. This is for with a strong hand, God brought you out of Egypt, because it's not merely leaving the land. The commandments that sanctify us are a reflection of leaving that entire mentality of being part of Egypt. En ook in het vers erna, als gebod, de mitzvot worden gegeven om een teken op de hand te hebben en een herinnering tussen de ogen. Dan wordt gezegd opdat de wet van de Heere op uw lippen is, want de Heere heeft u met sterke hand uit Egypte geleid. Die mitzvot, die geboden, zijn niet alleen om het land Egypte te verlaten, maar om heel Egypte te verlaten. De mentaliteit en de gedachtenwereld van Egypte achter je te laten. We see both of these themes again in the continuation of the chapter. In verse 14, what you tell your son is, by strength of hand, God brought us out of Egypt, not just the land, from the house of bondage. En we zien dat consequent verder uitgewerkt in Exodus 13, vers 14. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit, dat u tegen hem zult zeggen, de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. En in verse 16, again referring to the commandments, in particular the commandment of the tefillin, the phylacteries placed upon our arms and upon our heads. This is remembrance not merely of leaving the land of Egypt, but for by strength of hand, God brought us forth out of Egypt. En ook in vers 16 van ditzelfde hoofdstuk 13 van Exodus, staat met betrekking tot de geboden, de mitzvot, in het bijzonder de geboden voor de tefillin, de gebedsriemen die op de hand en op het hoofd, voorhoofd worden bevestigd. But really, what's staat the problem niet, here? Oh, one moment. Staat er niet dat het gaat om het verlaten van het land Egypte, maar er staat, want de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Oké, so really, what's the problem here? Why isn't it enough just to leave the land of Egypt in order to be able to put Egypt behind us? Dus wat is hier het probleem? Waarom is het niet genoeg om het land Egypte te verlaten om Egypte achter ons te laten? And of course, as we already noted, it's one thing to take people out of the land of Egypt. It's another thing to take Egypt out of the people. En zoals we wel eens eerder hebben opgemerkt, het is één ding om mensen uit Egypte te halen, maar het is een heel ander iets om Egypte uit de mensen te halen. This is a glaringly obvious theme in Exodus chapter 14. But in your translation, you might not be able to find it.
Dit is een hoofdthema in Exodus 14, vers 9, maar in onze Bijbel zal dat wat moeilijk te vinden zijn. What won't you be able to find in the translation? Wat zullen we niet kunnen vinden in de vertaling? Okay, well, let me frame this as a question. How many times in Exodus chapter 14 do we read about Egyptians? Laat me dit formuleren als een vraag. Hoeveel keer lezen we in Exodus hoofdstuk 14 over de Egyptenaren? I have to admit this is a trick question. The answer is absolutely zero. En dit is een strikvraag, want het antwoord is 0 keer. That is to focus upon the Hebrew very strictly. The word for Egyptians, Egyptenaren, is Mitzrim. Want als we heel strikt kijken naar het Hebreeuws, dan is het woord voor Egyptenaren Mitzrim. The word Mitzrim appears absolutely no times in Exodus chapter 14. En dat woord Mitzrim komt echt 0 keer voor in Exodus hoofdstuk 14. The word that appears repeatedly is Mitzrayim, which does not mean Egyptians, Egyptenaren. It means Egypt, Egypte. En wat er wel staat in Exodus 14 is Mitzrayim. En dat betekent niet Egyptenaren, maar het betekent Egypte. And let's consider then what happens in Exodus chapter 14. Dus laten we zien wat er dan gebeurt in hoofdstuk 14. Beginning in verse 9. Not Egyptians pursued after them. No, it's Egypt was pursuing them. Beginnend in vers 9. In 14 vers 9 staat niet de Egyptenaren achtervolgden de Israëlieten, maar Egypte met al de paarden en de strijdwagens van de farao achtervolgden hen. And in verse 10, when Pharaoh drew nigh, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, again, not Egyptenaren, and behold, Egypt was journeying after them. They had left the land of Egypt, but Egypt is still following after them. They haven't gotten around to leaving Egypt. Egypt is still there. En ook in vers 10, toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, niet de Egyptenaren, maar Egypte trok achter hen aan. Ze konden maar niet van Egypte afkomen, ze waren het land dan wel uit, maar Egypte kwam achter hen aan. Let's make this very concrete and down to earth. Laten we dit maar heel concreet en down to earth maken. When we read of the reaction of Israel to seeing that Egypt is right behind them, they are of course terrified. They were sore afraid, we read. Natuurlijk, als we in vers 10 kijken, wanneer Israël de ogen opslaat en ziet dat Egypte achter hen aankomt, dan zijn ze zeer bevreesd. They say to Moses in verse 11, because there were no graves in Egypt, you have taken us away to die in the wilderness? In vers 11 zeggen ze tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? In vers 12, it were better for us to serve Egypt than that we should die in the wilderness. En iets verderop in vers 12, het is voor ons beter de Egyptenaren te dienen, of Egypte te dienen, dan in de woestijn te sterven. Let's do a little bit of basic arithmetic here. Laten we hier een rekensommetje doen. How many chariots was Pharaoh using here altogether? Hoeveel strijdwagens gebruikte Farao hier alles bij elkaar? Well, we don't really have the answer, because all we can state is in chapter 14, verse 7, he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt. We kunnen daar geen
heel definitief antwoord op geven, want alles wat we daarover lezen is in Exodus 14 vers 7. Hij nam ook, de farao nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte met op elk daarvan officieren. We don't know the ratio between the chosen chariots and the rest of the chariots. We weten niet wat de verhouding is tussen de beste strijdwagens en alle strijdwagens. One out of two, one out of three, one out of five. Misschien een verhouding van 1 staat tot 2 of 1 staat tot 3, 1 staat tot 5. Let's even imagine that the chosen chariots are 1 out of 10 of all of the chariots of Egypt. Laten we ons gewoon eens voorstellen dat de beste strijdwagens 1/10 zijn van alle strijdwagens. Then, instead of just 600 chosen chariots, let's assume there were altogether 6,000 chariots. Dus laten we ons dan voorstellen dat er in totaal niet 600, maar 6,000 strijdwagens zijn. How many people of fighting age were in Israel at this point? Hoeveel mensen die een leeftijd hadden dat ze een gevecht konden voeren, bevonden zich op dit moment onder de Israëlieten? In chapter 12, verse 37, we read around 600,000 men on foot beside children. In Exodus 12, vers 37 lezen we ongeveer 600,000 man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Now, of course, this doesn't include the women. And women could also be pretty fierce as well. It also doesn't include, in the following verse we read, of a mixed multitude that also went with them, which of course were additional potential soldiers. Natuurlijk, zoals we lazen, zaten de vrouwen niet bij die 600,000 man. En vrouwen kunnen zich ook stevig verweren. En ook de grote groep van mensen van allerlei herkomst die met hem meetrok, zit niet in die 600,000 man. En daar zitten wellicht ook nog goede kandidaten voor soldaat tussen. We'll just note that in Exodus chapter 38, in verse 26, we get a more exact figure that's even greater than 600,000. It's 603,550 men. So it's even more than 600,000 people, and that's again besides the potential fighters among the women and the mixed multitude. Talking about a group of well over 600,000 people. En in Exodus 38 vers 26 krijgen we nog een precieze beeld over het aantal mensen dat uittrok. Daar staat, de getelde personen van 20 jaar oud en daarboven waren 603.550 man. En ook daar zaten dus de vrouwen en die menigte van allerlei slag niet bij. You don't think 100 people can overcome one chariot? Denk je dat 100 mensen niet 1 strijdwagen kunnen vellen? Simple arithmetic, what were they afraid of? Even een simpel rekensommetje, de verhoudingen. Waar waren ze nou bang voor? But that's precisely the slave mentality. Maar dat is precies die slavenmentaliteit. Our masters have come to call us home. The party's over. Onze meesters, onze heren zijn gekomen om ons naar huis te roepen en het feest is voorbij. This is the reaction of people who have left the land of Egypt, but who have not left Egypt. Dit is de reactie van mensen die wel het land Egypte hebben verlaten, maar niet Egypte hebben verlaten. And that is why, returning to Exodus chapter 14, to verse 13, Moses says to the people, don't fear, stand still and see the salvation of God, which he will work for you today. For whereas you have seen Egypt, not Egyptians, Egypt today, you will not see them again, ever. En dat is waarom we lezen in Exodus 14 vers 13,
Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag voor u zal bewerken. Want Egypte, niet de Egyptenaren, maar want Egypte dat u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. And this is precisely what happens. The message to Israel and to us of Exodus chapter 14. En dit is precies wat er gebeurt. De boodschap voor Israël en voor ons uit Exodus hoofdstuk 14. When Israel comes into the sea, Egypt, we read in verse 23, pursued and came in after them. Wanneer we in het vervolg lezen van het verhaal, dan zien we dat de Israëlieten midden door de zee gingen en dat Egypte hen achtervolgde in vers 23 van hoofdstuk 14. And the conclusion. After God says to Moses in verse 26, stretch out your hand over the sea that the waters may come back upon Egypt, upon his chariots and upon his horsemen. En zo lezen we ook in vers 26 de conclusie van het verhaal. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over Egypte. Niet Egyptenaren, Egypte, over hun strijdwagens en over hun ruiters. That is exactly what we read in verse 27. And the conclusion of verse 27 is God overthrew Egypt in the midst of the sea. En dit is ook wat we lezen in vers 27. Zo stortte de Heere Egypte midden in de zee. And by consequence, when we get to the end of the narrative, in verse 30. Thus God saved Israel that day out of the hand of Egypt. And Israel saw Egypt dead upon the seashore. En zo lezen we ook aan het einde van het verhaal in vers 30. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van Egypte. En Israël zag Egypte dood aan de oever van de zee liggen. Egypt dead. Egypt finished. Egypt bankrupt. It is at this moment that Israel begins actually to leave Egypt, not just the land of Egypt. Egypte is dood, verslagen, bankroet, voorbij. Het is op dit moment dat Israël begint daadwerkelijk Egypte te verlaten. Niet het land Egypte, Egypte te verlaten. And so it is, only in verse 31, after we read that Israel saw the great hand which God used upon Egypt, that the people feared God and believed in God. En zo is het dan dat we lezen in vers 31. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen Egypte gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. This completes our discussion of question number one. Dit besluit ons antwoord op vraag 1. We asked, why does this particular miracle need a separate day of commemoration? We hadden ons de vraag gesteld, waarom heeft deze dag waarom heeft dit feest een aparte dag nodig om deze gebeurtenis te gedenken? It's not a commemoration, simply the miracle. Het is niet simpelweg een herinnering, een gedachtenis aan het wonder. It's a different kind of liberation. Het is een ander soort bevrijding. Again, the first day of Passover commemorates leaving the land of Egypt. Nogmaals, die eerste dag van het Pascha brengt in herinnering het verlaten van het land Egypte. This day commemorates leaving Egypt, not just the land. En deze dag, die zevende dag, brengt in herinnering het verlaten van Egypte. Niet slechts het land Egypte, maar Egypte. And that, of course, is crucial. En dat uiteraard is een zeer belangrijk verschil. How often it is in our lives that we find ourselves in a corrupt and corrosive environment. Hoe vaak is het niet dat we in ons leven ons bevinden in een corrupte en aantastende omgeving? It's one thing, again, to leave the land of Egypt
the land of Egypt in whatever form it takes in our lives. Het is één ding nogmaals om het land Egypte te verlaten, welke vorm het land Egypte dan ook aan mag nemen in onze levens. It's important as a first step, but by itself it's definitely not adequate. Het is belangrijk als een eerste stap, maar op zichzelf genomen is dat niet voldoende. We need to leave Egypt. We moeten Egypte verlaten. Not just the land of Egypt. Niet slechts het land Egypte. We need to purge ourselves, to flush Egypt out of ourselves, out of our souls, out of our minds. We moeten Egypte volledig verwijderen uit onze zielen, uit onze gedachten, uit onze harten. Only by doing so did Israel become free of Egypt. Do we become free of the Egypts that are imprisoning us? Alleen op die wijze werd Israël vrij van Egypte. En worden wij vrij van de Egyptes die ons in de greep houden. That warrants a separate celebration, a separate commemoration. Dat zorgt ervoor dat er een aparte feestdag, een extra feestdag voor moet zijn. But of course we're still not finished yet, because we still have question number two. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar, want we hebben ook nog vraag nummer 2 staan. At least briefly. Waar we kort op in hopen te gaan. How can we celebrate an event that results in the destruction of Egypt, in the drowning of all of those people? Hoe kunnen we een gebeurtenis vieren waarbij zoveel mensen verdronken zijn? To express it in the words of Proverbs chapter 24, verse 17. Rejoice not when your enemy stumbles, when he falls. Let not your heart be glad when he stumbles. In de woorden van Spreuken 24, vers 17. Verblijd u niet als uw vijand valt en laat uw hart zich niet verheugen als hij struikelt. So, should we really be having a day of celebration? Dus, in essence, commemorates such a tragic event, the drowning of Egypt? Dus moeten we echt zo'n feestelijke viering hebben als er zoveel mensen zijn verdronken? The truth is that when we consider what messages we get from Proverbs, we realize we're getting different messages, because in Proverbs chapter 11, verse 10, we read, when the wicked are lost, there is joy. Als we iets verder kijken in Spreuken, of beter gezegd iets terugkijken in Spreuken, lijken we tegenstrijdige boodschappen te krijgen. Want in Spreuken 11, vers 10 lezen we, als de goddelozen vergaan, is er gejuich. How are we supposed to reconcile these two verses? Hoe moeten we deze twee versen met elkaar verzoenen? We might be inclined to contrast chapter 24, verse 17, that speaks of your enemy, not necessarily wicked, with chapter 11, verse 10, that speaks of the wicked, that when the wicked are lost, there is joy. We zouden geneigd kunnen zijn om te zeggen dat 24, vers 17 spreekt over. Oké, we zijn hierbij. Dus je zou geneigd kunnen zijn om bij Spreuken 24 te zeggen, maar dat gaat over jouw vijand. En jouw vijand hoeft niet per se een goddeloze te zijn, maar als de goddelozen vergaan, is er gejuich. But the truth is, it's difficult to justify seeing that as a valid distinction. Maar de waarheid is dat het moeizaam is om dat als een geldig onderscheid te zien. Just consider in Proverbs chapter 24, the previous verse speaks explicitly about the wicked. The wicked stumble in evil. Kijk bijvoorbeeld naar het vers dat eraan vooraf gaat in Spreuken 24, vers 16.
Dat spreekt expliciet over rechtvaardigen en over de goddelozen, maar goddelozen struikelen in onheil. So the simple implication of verse 17, even though it speaks of your enemy, is we're speaking of the wicked here as well. Dus in de simpele betekenis, ook al staat er in vers 17 uw vijand, dan gaat het hier nog steeds over die goddelozen uit vers 16. Maybe the distinction that we need to draw is more subtle. Misschien is het onderscheid dat we moeten maken subtieler. You could be speaking of the same individual who is in fact wicked. But in your attitude, in your perspective, when you are relating to his downfall, what is your focus? On his being wicked or on his being your enemy? Sorry, I lost that. Again, considering the same individual, he's wicked. But in chapter 24, in verse 17, he's also your enemy. When he experiences his downfall, when he is lost, in the words of chapter 11, do you relate to him in terms of his being the wicked, or do you relate to him in terms of his being your enemy? En over eenzelfde persoon als die vergaat. Dus we gaan ervan uit dat de goddeloze is dezelfde als uw vijand. Maar als hij dan ten onder gaat, of vergaat, zoals Spreuken 11 zegt, denk je dan aan deze persoon als een goddeloze of als jouw vijand? If you're relating to him as your enemy, that's a problem. Als je dan aan hem denkt als jouw vijand, dan is er een probleem. Because then all you're really concerned with is your own ego. Want dan ben je blijkbaar alleen maar bezig met je eigen ik. Then, in the words of Proverbs chapter 24, verse 17, rejoice not when your enemy falls. Let not your heart be glad when he stumbles. In dat geval, zegt Spreuken 24, wees niet verblijd, laat uw hart zich niet verheugen als uw vijand struikelt. But if it's not at all a reflection of your ego, yes indeed. When the wicked are lost, there is joy. Maar als jouw ego niet de boventoon voert, ja inderdaad, dan is er gejuich als de goddelozen vergaan. Not because we're being spiteful. Niet omdat we leedvermaak hebben. The destruction of the wicked is the best thing that could happen. First and foremost, for the wicked themselves. Het vergaan van de goddelozen is het beste wat kan gebeuren. Eerst en vooral voor de goddelozen zelf. We have a saying in our tradition, the success and prosperity of the righteous is good for them and good for the world. Het vergaan van de goddelozen is vooruitgang voor henzelf en voor de wereld. Well, of course it's good for the world, but it's also good for them, because the righteous, through their doing acts of righteousness, are building up the world, but they're also making themselves into the doers of righteousness, bringing the blessings of God into the world. Natuurlijk is het goed voor de wereld, maar het is ook goed voor de goddeloze zelf. Want de rechtvaardigen die met de goede daden goede dingen brengen aan de wereld, zijn ook het vehikel om zo goed te doen aan hen. The success and prosperity of the wicked is bad for them and bad for the world. Could you repeat that? The success and prosperity of the wicked is bad for them and bad for the world. Het succes en de welvaart van de goddeloze is slecht voor hen en slecht voor de wereld. Well, it's obviously bad for the world
But it's even worse for them. Het is duidelijk dat dat slecht is voor de wereld, maar het is ook slecht, nog erger, nog slechter voor henzelf. If the wicked would appreciate what terrible damage they bring by their acts of wickedness upon themselves, if they wouldn't be able to repent and reform themselves, they really would prefer more than anything else their own destruction. Better to be destroyed than to continue to damage their souls so grievously by their acts of wickedness. Als goddelozen maar door zouden hebben hoe ze met hun slechte goddeloze daden hun eigen zielen ook schade aandoen. En als er dan geen hoop is op inkeer en ze zijn niet in staat om zich van hun slechte wegen te bekeren, dan is het beter voor hen om te vergaan dan om schade aan te blijven richten aan hun eigen zielen. Zo. The destruction of the wicked really is the best thing that can happen to them under the circumstances. Dus de vernietiging van de goddelozen is het beste wat hen kan gebeuren onder gegeven de omstandigheden. As we read in Proverbs chapter 28, verse 28, when the wicked are lost, the righteous increase. En zoals in Spreuken 28, vers 28 staat, als de goddeloze verschijnt, dan verbergt de mens zich, maar als zij omkomen, wordt de rechtvaardigen talrijk. En a few verses later, in chapter 29, verse 2, when the righteous are increased, the people rejoice. En een paar versen verder, in 29 vers 2, als de rechtvaardigen groot worden, vermeerderd worden, verblijdt het volk zich. Similarly, in Isaiah chapter 14, in verse 5, we read, God has broken the staff of the wicked, the rod of the rulers, and the consequence in verse 7 is, the whole earth is at rest and is quiet, they break forth into singing. En hetzelfde ook in Jesaja 14. We lezen daar in vers 5, de Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers. En het gevolg daarvan is in vers 7, nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich. But does that mean we want the wicked to be destroyed? Maar betekent dat wij wensen dat de goddeloze vernietigd wordt? That's not what we want. Dat is niet wat we willen. And that pertains to a story in our tradition recorded in the Talmud regarding the final verse, verse 35, in Psalm 104. En een Talmudische uitleg spreekt daarover aangaande het laatste vers van Psalm 104, vers 35. The story goes that one of the great sages, Rabbi Meir, had really vicious, wicked neighbors. En het verhaal gaat dat een van de oude geleerden, Rabbi Meir, hele slechte en gemene buren had. And he wanted to pray for their destruction. En hij wilde voor een vernietiging bidden. His very wise wife, Bruria, said to him, why do you want to pray for the destruction? En zijn zeer wijze vrouw Bruria zei, waarom wil je voor hun vernietiging bidden? Is it because of Psalm 104, verse 35, where we read in Hebrew, Yitamo chataim min haaretz? Well, the Hebrew could be translated as, let sinners cease out of the earth, but it could also be translated as, let sins cease out of the earth. En ze zei, is het vanwege Psalm 104, vers 35, de zondaars zullen van de aarde verdwijnen? Of, in het Hebreeuws, kun je niet alleen zondaars lezen, maar ook zonden. De zonden zullen van de aarde verdwijnen.
That is, this word in Hebrew, chataim, can mean both sinners and sin, as opposed to chotim, which exclusively means sinners. En dit woord chataim kan dus zowel zondaren betekenen als zonden, in tegenstelling tot het woord chotim, wat alleen zondaars betekent. So, don't pray that they should be destroyed, rather pray that they should repent. Once sin ceases out of the earth, the wicked will be no more. Not because they won't exist, but because they'll no longer be wicked. En daarom bid niet voor hun vernietiging, maar voor hun bekering. Als de zonden van de aarde zullen verdwenen zijn, dan zal de goddeloze er niet meer zijn. Niet omdat die mensen er niet meer zijn, maar ze zullen niet meer goddeloos zijn, want de zonde is er niet meer. And the story is that Rabbi Meir accepted the wise advice of his wife Bruria and started praying that his neighbors should repent, and they did. En het verhaal gaat dat Rabbi Meir het wijze advies van zijn vrouw Bruria aannam en bad voor zijn buren dat ze zich zouden bekeren, en dat deden ze. So we're not praying for the destruction of the wicked. We're praying for the destruction of wickedness. Dus we bidden niet voor de vernietiging van de goddelozen, maar voor de vernietiging van de goddeloosheid, van de zonden. But it's important for us to appreciate why that end of wickedness, and sometimes unfortunately that means the end of the wicked, is so important. Maar het is belangrijk voor ons om in herinnering te blijven roepen hoe belangrijk het is dat de goddeloosheid en de zonde vernietigd wordt, ook als dat soms betekent dat de goddeloze, de zondaar zelf, vernietigd wordt. The call of the seraphim in Isaiah chapter 6 verse 3 is holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory. De roep van de seraphim in Jesaja 6 is heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. The whole earth is full of God's glory. But when the wicked holds sway, that glory is hidden. You can't see it. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Maar zolang de goddeloze stand houdt, wordt die heerlijkheid verborgen. Je kunt het niet zien. When wickedness is destroyed, and unfortunately, sometimes that means when the wicked are destroyed, God's glory is restored. Wanneer de goddeloosheid vernietigd wordt, en soms betekent dat helaas dat ook de goddelozen vernietigd moeten worden, dan wordt het zicht op Gods heerlijkheid hersteld. Now, of course, it's important for us to emphasize. When we speak of God's glory, what is this? Some kind of an ego trip for God? En natuurlijk is het belangrijk om voor ons om te waarderen wat Gods heerlijkheid is. Is dat een soort streling voor het ego van God? It should be obvious to us all that that would be absurd. Het zou duidelijk moeten zijn voor ons allemaal dat dat een absurde gedachte is. First of all, God doesn't get anything out of the world that would provide him with such an ego trip. Ten eerste zou er niet zijn op de hele aarde waar God iets aan zou hebben om zijn ego te strelen. If I program my computer to sing my praises, I'm not going to feel good about it because I created the program. Als ik een computerprogramma schrijf dat mij lof zingt, dan beleef ik daar weinig plezier aan. Dat ik dat programma geschreven heb. God created the world. En God heeft de wereld geschapen. But second of all, God represents for us absolute justice, absolute righteousness, absolute goodness, absolute truth. The glory of God is the glory of all these. We need that glory, not God. Maar ten tweede, God vertegent de... Ten tweede, God vertegenwoordigt het absolute recht, de absolute rechtvaardigheid, de absolute goedheid en de absolute waarheid.
niet hij heeft die heerlijkheid nodig, wij hebben zijn heerlijkheid nodig. The wickedness of Pharaoh and Egypt concealed God's glory in the world. De slechtheid van Egypte en zorgde ervoor dat Gods heerlijkheid verborgen was in de wereld. The only way of restoring that, as we read in Exodus chapter 14, verse 4, is as God says to Moses, I will be glorified through Pharaoh and through all his host, and Egypt will know that I am God. De enige manier om dat te herstellen, om die heerlijkheid te herstellen in de wereld, is zoals beschreven is in Exodus 14, vers 4. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat Egypte zal weten dat ik de Heere ben. And in the actual fulfillment, that's exactly what we read happens. In verse 17, I will be glorified through Pharaoh and through all his host, through his chariots and through his horsemen. En dit is ook wat te lezen in het vervolg in vers 17. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. And the goal, of course, isn't for God. It is, ironically, for Egypt. En ironisch genoeg, die eer, die heerlijkheid is niet voor God, maar die is bedoeld voor Egypte. As we read in verse 4, Egypt will know that I am God. And indeed, as we read in verse 18, Egypt will know that I am God when I will be glorified through Pharaoh and through his chariots and through his horsemen. We lazen immers in vers 4, zodat Egypte zal weten dat ik de Heere ben. En ook in vers 18 lezen we dat. Dan zal Egypte weten dat ik de Heere ben als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. The world needs that glory to be revealed. De wereld heeft het nodig dat die heerlijkheid ontwaard wordt. Egypt will restore the glory that it concealed by its wickedness by being the vehicle through which God's glory is revealed. Egypte zal de heerlijkheid herstellen die zij zelf door hun slechtheid aan de wereld ontnomen hadden, door het middel te zijn waardoor die heerlijkheid weer zichtbaar zal worden. This is a recurrent theme in the Bible. Dit is een terugkerend thema in de Bijbel. In Psalm 76 in verse 2 we read, in Judah is God known. In Psalm 76 vers 2 lezen we, in Juda is God bekend. In verse 4, there he broke the fiery shafts of the bow, the shield and the sword in the battle. When the wicked are overturned, God is known. In vers 4 lezen we dan, daar brak hij de vurige pijlen van de boog, het schild, het zwaard en de strijd. Wanneer de goddelozen, de slechte, vernietigd worden, dan wordt God bekendgemaakt, wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. In the final chapter of Isaiah, likewise. In verse 16, we read, by fire will God enter into judgment, and by his sword with all flesh, and the slain of God will be many. In Jesaja 66, vers 16 lezen we iets vergelijkbaars. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heere een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de Heere dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. And thus, in verse 18, the time comes that I will gather all nations and tongues, and they shall come and shall see my glory, because my glory will be thereby revealed. En dus staat er in vers 18, de tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen, en ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. And finally,
one last example through two sources in Scripture, the final battle of the nations against God fought here in Jerusalem. En tenslotte nog een voorbeeld uit twee verschillende bronnen over de laatste finale strijd die hier in Jeruzalem wordt uitgevochten tegen de volken. In Ezekiel chapter 38, it is the battle of Gog and the Magog. In verse 22, we read, I will enter into judgment with him with pestilence and with blood, and I will cause to rain upon him and upon his bands and upon the many peoples that are with him an overflowing shower and great hailstones, fire and brimstone. In Ezekiel 38, vers 22 lezen we over Gog en Magog. Ik zal hem met een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Verse 23. Thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will make myself known in the sight of many nations, and they will know that I am God. En vers 23. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. And the same battle described in the last chapter of Zechariah. En dezelfde strijd wordt beschreven in het laatste hoofdstuk van het boek van de profeet Zacharias. In chapter 14, verse 2, I will gather all nations against Jerusalem to battle. In Zacharia 14, vers 2, ik zal alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. In verse 3, then shall God go forth and fight against those nations as when he fights in the day of battle. In vers 3, dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. In verse 9, and God will be king over all the earth, in that day shall God be one and his name one. Vers 9, de Heere zal koning worden over heel de aarde, op die dag zal de Heere één zijn en zijn naam één. And everyone will recognize that God is God. And God's glory will fill the entire world. En iedereen zal erkennen dat God God is en de heerlijkheid, zijn heerlijkheid zal de hele aarde vervullen. Is that a worthy goal for the world? Is dat een waardig doel voor deze wereld? It is the only worthy goal for the world. Het is het enige waardige doel voor deze wereld. And we do rejoice when those who stand in the way of that goal either repent the ideal or are swept away in their wickedness. En we verheugen ons wanneer degenen, de goddelozen die dat doel in de weg staan, ofwel zich bekeren, in het meest ideale geval, ofwel weggevaagd worden zodat het doel bereikt kan worden. Because the world needs to reconnect with God's glory. Want de wereld moet zich opnieuw verbinden aan Gods heerlijkheid. When we leave not only the land of Egypt, in whatever form it takes in our lives, when we leave also Egypt, when we see Egypt, all that Egypt represents, dead, finished, bankrupt before us, then God's glory fills the earth. Wanneer wij niet alleen het land Egypte verlaten, in welke vorm dat ook mag aannemen, maar Egypte verlaten en Egypte verslagen, bankroet en dood voor ons zien, dan wordt Gods heerlijkheid geopenbaard. That's the special message of the double holiday of Passover. Two holidays, because there really are two liberations. Dat is de bijzondere betekenis van de twee feestdagen van Pascha. Twee feestdagen, omdat er twee bevrijdingen zijn. May these messages
bring their blessings into all our lives. Mogen deze twee bevrijdingen, deze boodschappen, twee boodschappen, zegen brengen in al onze levens. All will hold the Bible dear and know it's there to teach us how to live our lives. Aan iedereen die de Bijbel lief heeft en weten dat die Bijbel er is om ons te onderwijzen. When we learn its messages, we merit its blessings. Als we de boodschappen van de Bijbel leren, dan verdienen we de gunst van haar zegeningen. God bless you. En Chag Sameach. God zegen u en een geweldige feesttijd.